Dag Kira. Hey Bas. Marta Report is te gast bij Embassy of Desk Creativity. Heel goed. Opgericht en verzonnen en uitgevoerd door Kira Roest. Bedacht ja, maar zeker niet alleen hoor. Nee, wie zijn de partners, de belangrijkste partners? Nou, de belangrijkste die mis ik nu heel erg, dat is Annemiek. Annemiek Dering. Annemiek Dering, je kent haar, van de DDA. Die is er dit jaar niet bij helaas, maar heeft al onwijs veel gedaan in de voorbereiding. Dus dank. Ja. Wat zijn de, noem eens drie highlights van vandaag, dinsdag, die nog gaan komen? Het is nog vroeg. Ja, nou, we gaan zo meteen beginnen met Kinetic. Hartstikke leuk, een workshop samen met Dennis Couperus. Heb ik zin in. En vanmiddag hebben we een sessie met PricewaterhouseCoopers. Een beetje een vreemde eend erbij, maar leuk om die voor dit jaar voor het eerst keer erbij te hebben. Leuk. En wat we hier nou toch net zijn, Embassy Das Creative, wat is het precies? Pas als je dat nog niet weet. Ik ben het ik weet het wel. Ik vertel het, vraag het voor de kijkers. Ja, ja, dat is een handige. Nou, we zijn 5 jaar geleden hebben we het bedacht en 4 jaar geleden hebben we het voor de eerste keer neergezet. Toen begonnen we in de cabana, een stukje verderop. En verleden jaar zijn we voor de allereerste keer op het strand terechtgekomen. En dan moet je bedenken, eigenlijk op het strand zijn alleen maar partijen zoals Twitter, Facebook, Spotify, Google. En er staat dan de Embassy of Dutch Creativity tussen. Ja, supergoed. Vet hè? Ja, heel goed. Ja. Hoe zorg je nou dat er ook niet-Nederlanders hier komen? Want je hebt natuurlijk een ambassadeursfunctie als ambassade. Ja, nou, dat is een opbouw. Dat hebben we het eerste jaar in samenwerking met de International Advertising Association. En dan Global hebben we het samen gedaan. En je leert nu steeds meer mensen kennen, dus mensen komen ook weer terug. Zoals gisteren hadden we Mark Pritchett hadden we in de embassy van P&G. Dat merk je toch dat dat ook reuring geeft. En gisteravond hadden we een IEA India party. Nou, toen zat het hier vol met allemaal Indiërs. Dus ergens lukt dat. Ah, leuk. Ja. Hey, we hebben nog tijd voor één korte antwoord. Ik ben zojuist met heel veel plezier met de helikopter hier gekomen, maar jij geheel in stijl en volgens het thema ook heel duurzaam. Ja, klopt. Ik heb een BMW i8 geregeld. Hupsakee. Hoppa. Van je mooie auto's laten duren. En er geen geld liggen. Ik heb heel brutaal met BMW contact opgenomen. En die hebben gezegd van nou, dat vinden we hartstikke leuk. We gaan het voor je regelen. En toen dacht ik, dat gaat niet lukken. Het was echt op de dinsdag voordat ik ging. Dus vorige week dinsdag. Het was ten één keer zo van, ik heb er nog eentje staan. En dat was een BMW i8. Nou, uit mijn plaat ging ik. Geweldig. Ja, en super. Hoe hard gaat zoiets? Nou, ik heb nog niet de topsnelheid gedaan, maar het ging heel makkelijk om 170 te rijden. En hoeveel liter heb je verstookt? Was het echt duurzaam? Het was echt duurzaam. Ik heb nog nooit zo goedkoop naar Frankrijk gereden. Ik heb uiteindelijk 50 liter verbruikt. Hey, dankjewel en een goed festival. Dankjewel. Hoi.